Bij de meer dan 300 werknemers van wie de job bedreigd is, zitten ook enkele koppels, waaronder Diane en haar echtgenoot. Ze werken allebei al meer dan 30 jaar voor Crown. De verslagenheid is dan ook groot. Zeker nu in de moeilijke tijden al en dan met twee uw werk verliezen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat verder moet. Ja, wat kan er nu gebeuren? Wat moet er nu gebeuren? Nog meer bezuinigen? Ja. Als ze zeggen dat het dicht gaat, is er niks meer aan te doen en moeten we proberen aan de werk te zoeken. Het zal niet gemakkelijk zijn. Mijn man is boven de 50, ik iets eronder, maar allee, wij kennen niets anders dan dit bedrijf. Hè? Bij de directie heeft men gezegd van ja, de mensen mogen zelf met alternatieven op de proppen komen. Ja, wat zou dat nog kunnen zijn? Alternatieven? Geen idee. Ik dacht dat dat hier niet zo slecht ging. Maar blijkbaar ben ik verkeerd. Ook Patrick's job staat op de helling. Hij is nu 52 en vreest dat hij nergens nog aan de bak zal komen. Ik heb al verschillende faillissementen meegemaakt. Vroeger was het geen probleem van vandaag faillissement, morgen op een ander bezig. Maar nu, naar gelang mijn ouderdom, ja, kan het wel eens twijfelachtig worden. Of dat ik direct ander werk zou kunnen vinden. Dus ik hoop alleen dat eventueel de regering zegt van oké, een uitzondering maakt van 50 of 52 brugpensioen. En dat zou dan het enigste soelaas nog zijn voor ons. Hè. Vandaag mochten de werknemers vroeger naar huis met behoud van loon. Morgen moeten ze weer aan de slag, maar of dat ook effectief zal gebeuren, is nog maar de vraag.